Goedemorgen, welkom bij het webinar Export Control. Mijn naam is Lieke Hoofdstra en ik neem u de komende tijd mee in wat tips en trucs over hoe een export control in uw bedrijf goed op poten te zetten. Even wat mededelingen vooraf. Dit webinar is vooraf opgenomen. Dat betekent dat ik niet kan antwoorden op tussentijdse vragen, maar mocht er vragen zijn naar aanleiding van dit webinar, dan kunt u altijd contact opnemen. Via de e-mail mijnnaam.lina.hoekstra@customstandards.nl of via ons e-mail info@customstandards.nl. Wat gaan we met u bespreken? De inhoud van dit webinar. Eerst even een korte introductie. Wat is de exportcontrol eigenlijk? Daarna wil ik kort ingaan op dual use, omdat dat in onze werkelijkheid in ieder geval het meest voorkomt. Wat moeten we doen als het misgaat? Als er plotseling toch een foutje is gekomen, toch iets is uitgevoerd of doorgevoerd dat onder de sancties valt, hoe dat op te lossen, wat kan er dan gebeuren en, misschien wel het meest belangrijke, om te voorkomen hoe je in deze situatie komt. Met andere woorden, hoe gaan we ervoor zorgen dat we compliant zijn en hoe zorgen we voor een goede paper trail. Even een disclaimer voordat we helemaal aan dit webinar beginnen. Het webinar is geen specifiek advies. Dat betekent dat u ook geen rechten kunt ontlenen aan vragen of antwoorden of dingen die hier worden meegedeeld in dit webinar. Maar als u een specifieke vraag heeft, neem dan graag even contact op en kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen. Omdat export control nogal een containerbegrip is, is het van belang om even aan te geven wat er nou precies allemaal onder wordt verstaan. Wat kunnen we in elkaar allemaal tegenkomen? Wat moeten er allemaal onder bestaan onder exportcontrole? In feite is exportcontrole een heel scala aan politieke instrumenten van verschillende entiteiten of organisaties, internationaal of nationaal, om ervoor te zorgen dat specifieke landen of entiteiten ander gedrag laten zien dan wat ze hebben gedaan. Een voorbeeld is natuurlijk Rusland, de oorlog in de Oekraïne, die proberen we te stoppen en daar zetten we diverse middelen voor in. Het is dus bedoeld om de internationale vrede en veiligheid te handhaven of in ieder geval te herstellen. Hoe ziet nu die handhaving van de sancties eruit? Zowel de Verenigde Naties, maar ook de Europese Unie, die treffen verschillende sancties. Kondigen deze verschillende sancties ook af en het is aan de nationale instellingen om ervoor te zorgen dat deze verschillende sancties ook worden gehandhaafd. Het is immers een farce op het moment dat die sancties niet worden gehandhaafd. Als er gewoon maar kan worden uitgevoerd of doorgevoerd of wat dan ook, zonder dat daar rekenschap wordt gegeven van de verschillende sancties, dan heeft het in feite geen zin om die sancties af te vaardigen. Dat betekent dat de VN ervoor zorgt dat de EU op de hoogte geraakt van haar sancties en de EU doet ook die sancties afkondigen in diverse verordeningen. Op nationaal niveau betekent dat dan dat we diverse onderdelen hebben van de overheidsinstellingen, bijvoorbeeld de douane en specifieke afdelingen van de douane, die ervoor zorgen dat zij toezicht houden dat deze sancties ook worden nageleefd. Wat is nu de juridische basis voor deze sancties? Zojuist gaf ik al aan dat de Verenigde Naties diverse sancties afkondigt. Dat doet zij in resoluties. Die resoluties hebben hun werking op verschillende landen, maar ook bijvoorbeeld voor terroristische organisaties. Ook de Europese Unie kondigt sancties af. Denk bijvoorbeeld aan de sancties van Rusland. Dat ziet dus op bepaalde landen, maar ook bijvoorbeeld op bepaalde entiteiten of personen. Denk aan universiteiten die gelinkt zijn aan gesanctioneerde partijen, maar ook diverse gesanctioneerde partijen zelf. Hoe dat eruit ziet, zal ik uitleggen. We nemen als voorbeeld de Europese Unie die sancties afkondigt. Dat doet zij middels verordeningen. En die verordeningen die hebben hun toepassingsbereik op alle EU-entiteiten en personen, ook als zij buiten de Europese Unie opereren. Bovendien hebben ze zeker ook toepassing voor niet-EU-branches en dochtervennootschappen als die gelinkt zijn aan Europese Unie-entiteiten. Oftewel, dochtervennootschappen, moeders, als die buiten de Europese Unie zijn, hebben toch
rekenschap te geven en te houden voor Europese verordeningen in het kader van sancties. Bovendien, als er sprake is van transacties met niet-EU-entiteiten, maar wel binnen de Europese Unie, dan dienen ook deze entiteiten rekenschap te geven dat er sprake kan zijn van sancties. Wat kan dat dan precies zijn? Dat kan bijvoorbeeld zijn financiële restricties, handelsrestricties of omzeilen van bepaalde sancties. Die handelsrestricties kunnen bijvoorbeeld zijn dat er geen handel mag worden gedreven met een bepaalde overheid van een bepaald land of dat bepaalde goederen niet kunnen worden verhandeld. Maar bovendien, zoals we bijvoorbeeld met Rusland zien, zitten er ook financiële restricties. Bijvoorbeeld bepaalde banken die niet meer de toegang hebben tot het internationale betalingsverkeer, maar ook dat bepaalde betalingen vanuit Rusland aan extra toezicht onderworpen zijn. De VS neemt een beetje een bijzondere positie in dit kader. Ook zij vaardigt sancties af. Dat doet ze vaak voor specifieke landen waar zij geen goede handelsrelatie mee heeft of geen goede basis mee heeft. Grotendeels zijn ook de VS-sancties dezelfde als de sancties van de Europese Unie en liggen ook in lijn met de Verenigde Naties uiteraard, maar kunnen ook wel heel specifiek gelden voor bepaalde landen, bijvoorbeeld omdat ze daar ruzie mee heeft. Los van het niet of wel mogen verhandelen van bepaalde goederen, is de dual use nog van belang. Dual use betekent goederen die voor tweeërlei gebruik mogelijk zijn. Soms weet je dat niet en word je daar in één keer mee geconfronteerd. Het is daarom goed om te weten wat je daarvoor moet doen. In het kader is van belang om te kijken naar de dual use verordening. Deze is laatstelijk gewijzigd op 12 januari 2023 door de Europese Unie. En in de dual use verordening zijn afspraken vastgelegd op basis waarvan men de controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van dual-use goederen heeft willen regelen en regelt. En dual-use betekent tweeërlei gebruik. Dat betekent deze goederen kunnen zowel op een civiele manier als een militaire manier worden ingezet. En dat maakt het tricky. Dat wil niet zeggen dat deze goederen altijd verboden zijn om te kunnen verhandelen of om te kunnen uitvoeren of doorvoeren. Dat betekent wel dat er soms een vergunningplicht is. En die is dan noodzakelijk en zonder deze vergunning overtreed je alsnog de regels. Wat gebeurt er dan? Wat als het misgaat? Overtreding van de sanctieregels of de dual use verordening, bijvoorbeeld omdat er geen vergunning is en toch is uitgevoerd of doorgevoerd, maakt dat je een strafbaar feit hebt gepleegd. In de wet op de economische delicten is dit soort overtredingen strafbaar gesteld. Maar wat kan er dan gebeuren? Als nou bijvoorbeeld de uitvoeraangifte rood valt, dan betekent het dat er een mogelijk onderzoek kan worden ingezet door POS, een specialistische afdeling van de douane Nederland. Zij zullen dan onderzoeken of er sprake is van dual use bijvoorbeeld, kijken naar de verordening, kijken naar het product dat erheen is. En als het sprake is van een overtreding van de sanctieregels of de dual use verordening, dan kan dat leiden door handhaving door het Openbaar Ministerie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de goederen in beslag kunnen worden genomen, maar ook dat er een strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden en dat kan leiden tot serieuze sancties. Hoe voorkom je dat dan? Voorkomen is beter dan genezen. Helaas, helemaal voorkomen, dat kan misschien niet. Maar we kunnen wel zorgen voor risicobeperking. Nou, hoe doe je dat dan? 1. Awareness. 2. Compliance. En 3. Paper trail. Ik ga dat alle drie uitleggen. Eerst awareness. Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn. Op de hoogte zijn van wat voor soort producten nog er worden verhandeld. Weten waar ze op moeten letten, weten dat er sancties zijn, weten dat er zoiets bestaat als een dual use verordening en ook wat het belang is. Wat gebeurt er op het moment dat het niet goed gaat? Ik maak heel vaak mee dat men eigenlijk nauwelijks weet of niet genoeg weet wat het risico kan zijn. En dat er ook echt gewone sancties kunnen worden opgelegd. En dat is zonde, want met een beetje meer awareness zorg je in ieder geval ervoor dat er sprake is van duidelijkheid.
Compliance. Nummer 2. Zorg binnen het bedrijf voor goede werkinstructies. Eventueel kun je dat met ICT ondersteunen. Er zijn genoeg software is er voorhanden op basis waarvan men kan kijken of er een sanctie is, of of het een dual use is, of er iets anders aan de hand is met bepaalde producten of bepaalde goederenkapers. En werk ook eventueel met de vier ogen principe. Op het moment dat er uitgevoerd zou moeten gaan worden naar een land wat een beetje tricky is, zorg er dan voor dat er iemand meegaat. Zet dat ook in de werkinstructie. Dan weet je in ieder geval dat het risico dat je iets over het hoofd ziet minimaal is. Zorg voor paper trail. Wat is dat? In feite het aanleggen van een dossier. To start with. Weet wie de klant is. Weet wat het product is. Of de dienst die wordt uitgevoerd of doorgevoerd. Weet welk wat voor ontvangend land het is. Ken het eindgebruik. Wat gaat de gebruiker ermee doen? En wat is eigenlijk de eindgebruiker? En ook weet hoe de transactie verloopt. Hoe gaat hij betalen? Ook heel belangrijk, want ik leg straks nog een aantal dingen van deze voorgaande rijtje uit. Zorg ervoor dat offertes en overeenkomsten, dat die ook sanctiebestendig zijn. En wees transparant tegen de toezichthouder of de bank of financiële instelling over wat er gaat gebeuren en wat er is heeft plaatsgevonden. Van belang is om te weten wie de klant is. Wie is de opdrachtgever? Wat we vaak zien is dat er bijvoorbeeld verschillende partijen bij betrokken zijn. En dat de partij waar je rechtstreeks mee handelt niet per se de partij is, maar ook het product uiteindelijk naartoe gaat. Of niet meteen de partij is waarin die als het eindgebruik heeft. Dat betekent dat het hele, die hele lijn duidelijk moet zijn. Want dan pas ben je compliant. Dus zorg ervoor dat we weten wie de klant is. Wat zijn de aandeelhouders? Wat voor partijen zijn dat? Zitten daar weer andere bedrijven tussen? En wie zijn dan de aandeelhouders van die partijen? En welke bestuurders zitten daar? Zijn die misschien gesanctioneerd of niet? Hoe kom je daar nou achter? Nou, waar je vooral duidelijk moet hebben, is wie heeft de overwegende zeggenschap. Want dat kan van belang zijn voor alsnog, zomaar, zonder dat je het in de gaten hebt, leveren aan gesanctioneerde partijen of mensen die hele nauwe banden hebben met gesanctioneerde partijen. Dus kijk daarin bijvoorbeeld naar een handelsregister. Een jaarrekening, een verslaglegging ervan. Maar zoek ook op internet af. En kijk dan vooral ook naar de verschillende manieren waarop je bijvoorbeeld namen kunt spellen. En zoek het hele internet af. En documenteer dat. Zorg ervoor dat duidelijk is in een bestand wanneer wat is opgezocht, welke gegevens zijn gevraagd bijvoorbeeld van de klant, welke gegevens er zijn ontvangen. Is er bijvoorbeeld een eindgebruikersverklaring? Is die ook ondertekend door de persoon die het bedrijf kan vertegenwoordigen, die er ook iets van kan zeggen? En zijn er concrete aanwijzingen waarop moet worden bedacht? Dit zou misschien niet helemaal goed kunnen zijn. Vraag dan door op het moment dat een partij waarmee zaken wil doen, geen informatie wil geven, dan is dat een grote red flag. Partijen die weten wat ze aan het doen zijn en niets te verbergen hebben in elkaar, zullen de informatie geven die nodig is. Want ze begrijpen ook dat deze informatie aanwezig moet zijn. Wat ook van belang is, is om te weten wat het product precies is. Zeker in het kader van sancties is het van belang om niet alleen te weten met welke partij samen wordt gewerkt, maar ook wat het product zelf is. Niet alle producten zijn gesanctioneerd of niet alle producten zijn dual use goederen. Of vallen misschien wel op eerste aanblik onder een bepaalde omschrijving in de dual use verordening, maar even heel goed bekijkend, wat kan het product precies, hoe groot is het, wat doet het precies, kan het alsnog zijn dat het toch niet valt onder een van de beschrijvingen in de dual use. Wat betekent dat dan? Dat betekent in ieder geval dat voor die goederen wel uitgevoerd bijvoorbeeld kan worden. Dus wees daar ook heel scherp in. Maar ook aan de andere kant, als het op het eerste gezicht een heel redelijk normaal goed
daar dan ook ontzettend scherp op. En laat je niet afschrikken door de omschrijving waar je net niet voldoende mee kan. Maar vraag ook door. En vraag ook in dit kader door wat je mee wil gaan doen. En als het wel een dubbeljoers goed is, zorg er dan in ieder geval voor dat er een vergunning is aangevraagd bij het CDIU, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, zit in Groningen. Kijk even of er ook op een andere manier een meldingsplicht is of anderszins. Op het moment dat er onduidelijkheid is of onzekerheid over of het wel of niet dubbeljoers goed is, dan is ook de mogelijkheid om bij het CDIU te vragen om daar een verklaring over af te leggen. Je doet dat aan de hand van een indelingsverzoek. En met een indelingsverzoek leg je de vraag voor aan het CDIU: is mijn product wat ik wil uitvoeren ook een product wat onderhevig is aan sancties en of een dual use? Even als voorbeeld voor bijvoorbeeld Rusland. Zodra het in dual use goed is, kan het al niet meer naar Rusland worden uitgevoerd. Maar bijvoorbeeld al naar andere landen. Het feit dat iets in dual use goed is, valt onder de dual use verordening, wil nog niet zeggen dat het niet uitgevoerd kan worden. Maar misschien wel met een vergunning. Vervolgens is het dan van belang om te weten of die vergunning kan worden vergeven. Ook daarvoor heeft het CDIU iets ontwikkeld, namelijk een sondageverzoek. Daarmee vraag je het CDIU om een stelling in te nemen of voor dit product, voor deze eindgebruiker, in beginsel een vergunning zou kunnen worden afgegeven. En tenslotte, als het het geval is dat er een vergunning moet komen en dat het moet worden uitgevoerd, dan moet die vergunning worden aangevraagd bij het CDIU. Tenslotte nog iets over het eindgebruik en de eindgebruiker. Van belang is om precies te weten wie de eindgebruiker is. En we begonnen daar al net mee met ken uw klant. Nou, hier is eigenlijk een verlenging ervan. Inmiddels wil zeker in het kader van bijvoorbeeld het verscherpte toezicht wat speelt in het kader van Rusland, de sancties daarop, wil men gewoon een end-use en end-user statement. En die moet ook goed zijn. Vanuit de douane, het CDIU, zijn daar modellen voor beschikbaar op hun website. We zorgen in ieder geval ook voor dat duidelijk is wie de eindgebruiker is, wat ze ermee gaan doen en dat dat ook duidelijk is. Helpt dat helemaal om alles fijn en dicht te timmeren? Nee, helaas niet. Maar het maakt het wel duidelijk dat in ieder geval aan uw kant alles is onderzocht en alles is in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat er compliance is met betrekking tot die sancties. We gaan naar het moraal van dit verhaal. Most important. Leg een dossier aan. Leg alles vast. Zorg ervoor dat duidelijk is wat het product is. Als er onduidelijkheid is of onzekerheid is over de juiste klassificatie, zorg dan dat er een specialistisch bedrijf wordt ingeschakeld als de kennis niet binnen het bedrijf aanwezig is. Zorg er ook voor dat alles van de klant voorhanden is. Welke zeggenschap is er? Wie heeft de zeggenschap? En als het een kerfboom is van BV's en eventueel ook nog buitenlandse entiteiten, vraag alles op en stop niet met zoeken. Ga door totdat het helemaal duidelijk is wie de zeggenschap heeft. En dat u weet met wie u zaken doet. En ook wie de eindgebruiker is en hoe dat gebruik van het product eruit ziet. Nogmaals, op het moment dat dat in orde is, en dan zal een bedrijf die informatie geven, want zij weten het zelf ook en willen zelf dan ook compliant zijn. Zorg ook dat alles is vastgelegd, hoe er is gezocht, waar het is gezocht, welke stukken zijn opgevraagd, wat is aangeleverd en leg alles vast in een dossier. Ten slotte, laat je niet verleiden door transacties via te laten gaan, maar zorg ervoor dat die transacties rechtstreeks komen. Dat maakt het ook makkelijker om die betalingen uiteindelijk te ontvangen. Want ook een financiële instelling is als een soort poortwachter in de gelegenheid gesteld om toezicht te houden op betalingen. En zij kunnen daar ook
vragen over stellen voordat zij de betalingen echt filateren. In dat kader vraagt zij, net als dit, een compleet dossier waaruit blijkt wat voor product het is, wie de gebruiker is, hoe het eindgebruiker eruit ziet en op welke wijze de transactie gaat plaatsvinden. Dit waren de tips en tricks. Vragen? Stel ze gerust. We zijn graag bereid om daarbij te helpen en kunnen misschien wat voor elkaar betekenen.